Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Het begint weer steeds kouder buiten te worden. De temperaturen dalen, het wordt echt winter. En na de bijkomst daarvan is dat het ook heel erg koud wordt in huis. En soms wordt het al zelfs zo koud dat je er niet meer van kan slapen. En maar continu blijven stoken is natuurlijk ook niet de oplossing. Nou, heb ik een oplossing en dat is heel eenvoudig hoe je je eigen kacheltje kan maken. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Oké, wat heb je hiervoor nodig? Eigenlijk niet zo erg veel. Ik heb hier 4 blokken. Dat kunnen bakstenen zijn. Zorg er wel voor dat het iets is wat niet in de fik kan raken. We gaan namelijk met vuur spelen vandaag. Nou, dan heb je nog een terracotta pot nodig. Deze moet wel echt van aardewerk zijn. Anders dan werkt het niet. Het moet namelijk de warmte gaan verstralen en verspreiden. Ja, en voor deze heb je nog een aantal knielliggers nodig die voor de warmte gaan zorgen. Oké, het is echt super eenvoudig. Het is wel heel erg belangrijk dat je dit op een ondergrond doet die niet in de brand kan vliegen. Ik heb hier gewoon een betonnen ondergrond. Heb je nou niet zo'n ondergrond, pak er gewoon even een schoteltje en zet daar de vaccinelichtjes op. En weet je zeker dat het veilig is. Het is heel eenvoudig. Leg de bakstenen of andere stenen blokken naast de vaccinelichtjes. De vaccinelichtjes steek je aan. En dan zet je de terracotta pot bovenop. Ja, en wat gebeurt er nou? De warmte stijgt op en komt tegen de pot aan en de pot die straalt alle kanten uit. Net als de centrale verwarming eigenlijk. Maar wacht eventjes een kwartiertje en dan kom ik terug om te kijken of het inderdaad werkt. Ik heb nu zo'n 20 minuutjes gewacht. Het is wel ietsjes warmer al. Misschien dat je er wat meer vaccinelichtjes onder kan zetten om het proces te versnellen. En zoals je ziet heb ik ook een steen bovenop gelegd. Waarom? Ik merk al gauw dat er veel warmte verloren ging boven het gat hier. Ik raak hem niet aan, want hij is best wel warm. Dus daar heb ik even een steen op gelegd. En ja, hij is lekker warm aan het worden. Het wordt hier daadwerkelijk warmer. Het is natuurlijk super handig om je kamer mee te verwarmen. Het is echt een budget oplossing. Het kost namelijk helemaal geen stroom of gas of wat dan ook. Alleen maar wat kaarsjes. Super handig natuurlijk. Vind je deze tip nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog. Laat ook een reactie achter. En ik zie je de volgende keer. Dat is handig.